Er was al heel lang een wens van de directie van Aegon om zonnepanelen op ons dak te plaatsen. En het facilitaire bedrijf had dus opdracht gekregen om te onderzoeken of er een geschikt dak voor was. En die kwamen terug met de mededeling, ja, Aegon heeft zelf een geschikt dak voor zonnepanelen, maar de business case is voor Aegon niet positief. En dat zou betekenen dat het plaatsen van zonnepanelen een enorme lange terugverdientijd had, wel 30 jaar. En bovendien zorgde het maar voor 1% van onze energievoorziening. Maar toen we erachter kwamen dat er zoiets bestond als een postcode-roosregeling, waarbij je zonnepanelen kunt plaatsen op een ander dak dan je eigen dak, werd het voor Aegon interessant om aan de buren die dicht bij ons hoofdkantoor wonen in een aanpalende postcode te informeren of ze belangstelling hadden om zonnepanelen te plaatsen op het dak van Aegon. Het heeft weinig moeite gekost om leden te vinden voor de coöperatie en de panelen waren binnen 2 weken uitverkocht. De 539 panelen, gefinancierd door 60 leden, leveren 15 jaar 1100 megawatt groene elektriciteit op en leveren in diezelfde periode een besparing op van 950 ton CO2. Ik doe mee omdat ik altijd al geïnteresseerd ben in zonne-energie, maar het huis dat wij gekocht hebben is niet geschikt om zonnepanelen op te leggen. Het is eigenlijk een ideale mogelijkheid, het ontzorgt ons, alle zaken worden ons uit handen genomen. We hebben een plat dak op de schuur, dat plat dak was eigenlijk te klein, dan konden we maar een paar panelen kwijt. Ik doe mee omdat het goed voor de portemonnee is en ook voor het klimaat en ook voor de volgende generatie. Mijn huis is al vol wat zonnepanelen betreft en dat is te weinig, onder andere omdat ik een elektrische auto rijd. En met deze panelen erbij kom ik ruimschoots boven mijn elektrische behoeften. Ik doe mee omdat ik in een rijksbeschermd stadsgezicht woon waar ik geen zonnepanelen op neer mag leggen, maar dat wel heel graag zou willen. Ik hoop oprecht dat veel bedrijven dit voorbeeld van Aegon gaan volgen en hun dak ter beschikking gaan stellen aan mensen die bij hen in de buurt wonen.